Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Marten van Rijn en vandaag is bij mij te gast Erik Boers, medeoprichter en eigenaar van het nieuwe Trivium. En we gaan het hebben eigenlijk over Eriks grote passie, het voeren en begeleiden van interessante gesprekken. Maar voordat ik daarbij kom, wil ik eventjes jullie aandacht vragen voor onze eindejaarsactie. We zijn hier natuurlijk ook bezig eigenlijk met het voeren, houden van interessante gesprekken. En om dat mogelijk te kunnen maken volgend jaar, hebben we jullie hard nodig. Dus kijk of je iets kan missen voor ons, om ons te steunen dat we deze uitzendingen voor jullie ook volgend jaar weer mogelijk kunnen maken. Welkom Erik. Dank je, Marta. Yes. Ja, het voeren en begeleiden van interessante gesprekken. Ja. Wat is een interessant gesprek? Ja, wat is een interessant gesprek? Dat was het eerste waar ik eigenlijk aan moest denken toen ik dit zag. Want we hadden het er natuurlijk over. Van ja, mijn passie, het is echt, het gaat over gesprekken. En zit ik me af te vragen, wat maakt een gesprek nou eigenlijk interessant? Ja. Ja, dat is een goede vraag. En bij mij wordt als het ware die passie ook ingegeven door het feit dat je zoveel saaie gesprekken meemaakt. Gesprekken die nergens over gaan. Of gesprekken die eindeloos duren. Of gesprekken die gedomineerd worden door bepaalde mensen. En andere mensen komen nauwelijks aan het woord. Dus of gesprekken waarvan je denkt, dit gesprek heb ik al 10 keer op dezelfde manier. In een ander soort setting. Ja. Maar ik weet eigenlijk al ongeveer waar dit heen gaat. Ja. Dus dat is waar, als je dat voelt en merkt van, dat is toch jammer. Dan ga je op zoek naar, kan dat niet of interessant. En interessant is op zich natuurlijk een mooi woord. Wat dat betreft. Dus wat maakt een gesprek wat mij betreft interessant, is als er een interesse is, als er een belang aanhangt op een of andere manier. Dus, dus het moet wel ergens over gaan. En het tweede is over interesse, het gaat tussen mensen. Tussen zijn is dat letterlijk natuurlijk, interesse. Dus wat ik van groot belang vind in een gesprek, is dat het wordt gevoerd tussen mensen. En dan moet je ervoor zorgen dat als het ware al die verschillende mensen ook echt tot hun recht komen en ook allemaal een bijdrage kunnen leveren. Dat is niet altijd het geval. En eigenlijk gaat het dus ook een beetje over balans, als ik je goed begrijp. Balans, ja. Een goede weging tussen bijdrage van iedereen, maar ook een goede weging van zijn we nog wel steeds bezig met de juiste vragen of de goede vragen of iets in die geest. Ja, ja. Ja, want daar ben je natuurlijk ook een beetje mee verder gegaan. De juiste vragen stellen. Want eigenlijk om een goed gesprek te kunnen hebben, staat een belang, staat iets op het spel, om het zo te zeggen. Ja, dus er moet ook een interessant onderwerp zijn. Hè? Yeah. Dus dat heb je natuurlijk al snel als filosoof natuurlijk, dat je wel wil dat het interessant is. En we hebben natuurlijk een aantal basisvragen waar we voortdurend mee bezig zijn als filosofen. Wat is nou waar? Wat is goed? Dat soort vragen. En dat doet ertoe. En daar willen mensen ook graag over in gesprek. Maar ze weten vaak niet hoe je dat handen en voeten moet geven. Dus het moet een interessant onderwerp zijn. Het moet tussen mensen zijn. Maar er moet ook belangen een rol spelen. Dus wat ik interessant vind is dat je filosofische gesprekken voert. Maar wel een omgeving doordrenkt van belangen. Want anders gaat het nergens over. Belangeloos. Ja, we kunnen allemaal een goed gesprek voeren. Als we door de bergen wandelen. Of aan het strand zitten op het terras. Maar hoe voer je nou een goed gesprek? Terwijl er wel degelijk dingen van afhangen. Nou, dat vind ik, dat is een kunst. Ja, en dat zien we nu natuurlijk deze tijd helemaal omhoog komen. Als je kijkt over belangen, dingen die op het spel zetten, de hele coronacrisis zet, ontzettend veel dingen op scherp zijn, heel veel belangen mee gemoeid. Ja. Voeren we daarover, eigenlijk als je het hebt over het publieke gesprek en wat we zien, voeren we daarover op dit moment het juiste gesprek, het goede gesprek? Gesprekken worden op allerlei fronten gevoerd. Hè? Dus niet alle gesprekken worden openbaar. Dus ik denk dat er links en rechts wel degelijk goede gesprekken worden gevoerd. In de keukentafel, bij mensen de keukentafel, thuis, maar misschien ook in de gesloten politieke kamers. Hè? Wat ik wel lastig vind, is dat wat je op televisie ziet, heb je heel veel van die talkshows. En daar worden gesprekken op een bepaalde manier neergezet. Dat zijn gesprekken van pakweg 8 tot 10 minuten. En dan moet er heel snel stelling genomen worden. Dan moet het flitsend zijn. En dat lijkt een beetje dominant te worden als vorm van, dat is een goed gesprek. Wat ik bijzonder jammer vind, is dat mensen gaan kijken naar hoe andere mensen een gesprek voeren en dus niet zelf een gesprek voeren. Dus dat vind ik heel bizar. Van, nou, het gesprek laten we dan maar over aan. En je hebt waanzinnig veel talkshows, steeds meer. En er is ooit wel eens een boek over geschreven van, nou, pas op jongens, dat onze ervaring met en traditie in het voeren van gesprekken niet teloor gaat, doordat we het maar aan uitbesteden anderen uitbesteden. Eigenlijk. Ja, precies. En dan ontstaat ook een soort format van, nou, het moet
snel en flitsend. En, terwijl ik denk, nou, goed gesprek, het kan ook traag zijn. En, het kan wel even duren. Het kan wel even duren, wordt soms onderbroken, is niet altijd even helder. Ja. Want de vraagstukken waar je het over hebt, corona is er één, maar laten we zeggen vluchtelingen is twee, klimaat is drie. We hebben genoeg pittige problemen veel, natuurlijk. Belangen. Dat is allemaal nog niet zo makkelijk de agenda. Even snel te behapstukken. Nee. Dus daar moet je even de tijd voor nemen. Daar moet je echt de tijd voor nemen, ja. Ja, en het goede gesprek, hoe jij het in ieder geval begeleidt, is ook onderhevig aan een methode. Ja. Ja, ik denk dat we daar misschien kunnen beginnen. Dan, nou ja, je ziet dit plaatje. Wat zien we hier en waarom heb je dit meegenomen om te laten zien? Ja, ik pak even de bril erbij. Ja, dit is een van mijn, van onze inspiratiebronnen, Socrates. Het schilderij heet De Dood van Socrates, van Jacques-Louis David. Het is geschilderd eind 18e eeuw, dus rond de tijd van de Franse Revolutie. En David die schildert ook hele iconische taferelen. Dus dit is heel symbolisch wat hij neerzet. Het is het bekende tafereel van Socrates, als ik me niet vergis, de gifbeker zien. Ja, hier. Dus je ziet hem letterlijk, hè, zie je dat de gifbeker hem wordt aangereikt door de bediende. Die kijkt naar beneden, hè. Die vindt dat heel erg verdrietig wat hij nou moet doen, want hij heeft een goede band mee opgebouwd. Ik moet dit doen, maar eigenlijk wil ik dit absoluut niet. Ja, liever niet. Je wilt dat als het ware niet zien. Ja. En kijk, Socrates, zijn rechterhand gaat er ongeveer naartoe. Al discussiëren er. Precies, dus hij is nog steeds in gesprek. Hè? Dus hij zit daar in zijn dodencel met om hem heen vrienden en leerlingen. En hij blijft in gesprek. Hij, tot op het laatst wil hij in gesprek zijn. En in dit gesprek gaat natuurlijk, hè, in deze setting, over leven en dood. En hij wijst met zijn hand naar boven. Want het gaat ook over ziel en lichaam. Wat gebeurt er nou met de ziel als je sterft? En je ziet ook bij zijn rechterknie zien een lier liggen. Dat is, in dat gesprek wat daar gevoerd wordt, is dat een soort symbool. Van, nou, je zou het lijf kunnen vergelijken met een muziekinstrument. En de ziel met de muziek die eraan uit voortkomt. Dus, wat mooi. Dat is een mooi beeld. Hè? Ja. Van, nou, hoe hangen lichaam en ziel nou samen? Dus daar praat hij over. En je ziet aan zijn voeteinde zie je zijn leerling Plato zitten. Die diep bedroefd is. Plato is de schrijver. Hè? Daarom liggen er ook papyrusrollen op de grond. En een pen. En die is helemaal diep bedroefd. Maar ook kwaad eigenlijk. Op de stad Athene. Die zijn leermeester veroordeelt. En dat is wel een belangrijke thematiek. Want Plato zal uiteindelijk uit de stad gaan. Hè? Dus hij richt zijn eigen school op een heuvel. Gewijd aan de halfgod Academos, daarom heet het de academie. Mm-hmm. Maar Socrates voerde zijn gesprekken in de stad en ten dienste van de stad. En dat is voor mij ook een belangrijk thema. Hè? Van, nou ja, je voert Socratische of filosofische gesprekken, maar altijd ten dienste van een organisatie, een samenleving of wat dan ook. Ja, want waarom is dit beeld of dan Socrates? Want we hebben het inderdaad dan zo meteen over Socratische gesprekstechniek. Ja. Waarom is dit dan nou belangrijk? Nou ja, voor mij één ding dat er belangrijk is dat voor Socrates geldt, wijsheid ontwikkel je in een gesprek. Niet door lezen of schrijven, maar door met elkaar in gesprek te gaan. Voortdurend met elkaar proberen te achterhalen, wat is nu wijs? Wat deugt nou? En dat verschuift natuurlijk voortdurend in alles en nog wat. Dus daar heb je gesprekken met elkaar over te voeren. Maar het is nog niet zo eenvoudig om goede gesprekken te voeren. En daar, als je de dialogen van Plato terugleest, waarin Socrates functioneert als hoofdpersoon, gekoppeld aan een andere persoon, hè, Phaedo in dit geval, of de Meno. Of, nou. Dialogen inderdaad die hij heeft gegeven. Ja, exact. Dan zie je er wel een aantal elementen in van, nou, zo doet hij dat ongeveer. Maar dat zijn vaak twee gesprekken. En een tweegesprek is echt anders dan in een groepsgesprek. Dus hoe voer je dan met een groepsgesprek is echt wat anders. Dat weet iedereen. Iedereen weet van, nou, één op één, zoals wij hier zitten, dat gaat nog best makkelijk. Ja. Maar als er meer mensen aan de tafel zitten, ja, dan krijg je hele lastige dynamieken. Dus hoe voer je nou op een goede manier een filosofisch bezinnend gesprek, geïnspireerd door Socrates, in een groep? Nou, dat is op een gegeven moment gethematiseerd door Leonard Nelson. Begin vorige eeuw, eigenlijk precies een eeuw geleden, zo rond 1920. Mm-hmm. Leonard Nelson is een Duitse pedagoog, dus die dacht na over scholing. Hij is ook filosoof, hij is ook wiskundige en hij is ook politicus. Daarom is dit beeld ook voor David van belang.
Het is een politiek beeld ook. Hè? Van, nou, je hebt de burger moet zelf nadenken, opkomen en moet gehoord worden, maar moet ook zijn mond openen. Moet zich uitspreken. Op zoek gaan ook. Exact, ja. Zelf op zoek gaan, zelf nadenken. Er is een reden gebruiken, dus er zit een hele verlichtingsgedachte achter. En dat wordt getraind, onder andere op de academie, op school. Ja, en in dit soort gesprekken. Hè? Dus Socrates ziet zichzelf ook als opvoeder. Nou, je moet mensen gewoon voortdurend scherp houden. Ja. Dus ze wordt er vergeleken met een horzel. Terug naar die voortdurend gemakzucht bestrijdt. Nou, Leonard Nelson, die als pedagoog had hij iets van. Kijk, ik weet niet, jij hebt ook filosofie gestudeerd, net als ik. Voor het weet krijg je dan vooral eerst de hele geschiedenis van de filosofie langs. En dan moet je helemaal doorheen worstelen. En hij had iets van, nee, ik wil niet dat mensen filosofie leren, maar ik wil dat ze leren filosoferen. Dus dat ze zelf gaan filosoferen. Er zit zeker een verschil tussen. Toch? Tussen het bestuderen van de filosofie. Exact. En becommentariëren en zelf moeten gaan nadenken. Ja, ik krijg dat ook vaak inderdaad. Van, zullen we dan een goed gesprek, kunnen we niet even filosoferen? Kunnen we dat niet even doen? Dat is toch echt wel iets anders inderdaad dan filosofie bestuderen. Ja, precies. Zoals wij het in ons vak meemaken. Dus hij wilde van filosofie leren naar leren filosoferen. Dus hij wilde met zijn studenten, zijn leerlingen, wilde die filosofische gesprekken gaan voeren. Nou, maar hoe doe je dat nou? En daar heeft hij, geïnspireerd door de dialoog van Plato, heeft hij een aantal elementen gepakt die werken. En daar teren wij nog steeds eigenlijk op als we Socratische gesprekken en vormen daarvan toepassen in organisaties. De ingrediënten, elementen van een goed gesprek of om een goed gesprek te begeleiden. Om in ieder geval een gesprek meer diepgang te geven. Het is een van de dingen die hij heeft geïntroduceerd. Is van, nou, het heeft geen zin om een gesprek te voeren als er geen vraag is. Klinkt daarom voor de hand, maar is toch van belang. Maar hij was echt iets van, jongens, we kunnen alleen maar praten als jullie een vraag hebben. En als er geen vraag is, is er geen gesprek. Dus dat is een belangrijke. Misschien weer wat koetjes en kalfjes en dan kan je wel een gesprek, maar het gaat niet ergens over. Nee, of mensen komen met een stelling. Zo zit het. En dat gebeurt ook heel vaak. Maar dat kan je ombuigen naar een vraag. Dat zou kunnen, maar voor het weet ontstaat er een soort strijd. Hè? Een discussie veel meer. Of een debat. In plaats van en dat heeft echt een in plaats van, en dat is wel van belang. Hoe maak je daar nou een onderzoekend gesprek van? Want gesprekken voeren, maar een onderzoekend gesprek is nog weer een slag apart. En dan, en daar geldt, ja, weet je, het werkt pas als je echt een vraag hebt. Waar je afvraagt, hoe zit dat nou precies? Bijvoorbeeld de vraag, bestaat de vrije wil? Of de vraag, hoe moet je nou kiezen? Of de vraag, wanneer houdt tolerantie op? Nou, dat soort vragen die je bezighouden. En dan is het interessant volgende element. Het zijn hele grote vragen ook die je nu hier. Zijn het grote vragen? Het zijn levensbeschouwelijke vragen. Ja, zeker. Dus het is niet iets waarvan, kijk, als je het over hebt, wanneer houdt tolerantie op? Ja. Dat is niet zoiets waar je zo 1, 2, 3, nou dat schud ik eventjes uit mijn mouw, hier heb je een antwoord. Je moet daar wel echt even over na gaan denken. Precies, dus dat zijn vragen die niet zozeer uitnodigen tot een oplossing of een antwoord, maar meer iets die nodig uit tot verantwoording. Ja, hoe kijk ik hier nou tegenaan? Hoe zit dat dan eigenlijk? Ja, dus dat zijn levensbeschouwelijke vragen, wat wij noemen filosofische vragen, die veel te maken hebben, iets bloot moeten leggen over jouw opvattingen, over hoe zitten mensen in elkaar, hoe zit de werkelijkheid in elkaar. Daar heb je dan. En het interessante volgende punt is altijd, ook in die methode van Nelson, maar dat is later nog verder uitgewerkt. Je kunt een vraag hebben. Maar dan wordt ook altijd gekoppeld aan van, oké, maar waar loop je nou in je leven tegen die vragen aan? Want anders blijft het heel erg intellectueel abstract. Dat is precies inderdaad, als je die vraag stelt, waar houdt tolerantie op? Precies, ja. Ja, dan kan ik over filosoferen, wat mensen dat dan noemen, maar dat is dan niet concreet in wat voor situatie en hoe speelde dat, hoe is dat überhaupt aan de orde geweest? Precies, dus dan wordt er, en dat vind je ook al bij Nelson terug, van nou. Dus hij zegt, er moet een vraag zijn, dan komen mensen met antwoorden. Die antwoorden moeten getoetst worden van, nou, klopt dat antwoord wel deugd? Moet het logisch, consistent zijn, moet helder zijn. Maar ook een van de elementen is, en dat vind je ook vormen van filosoferen, je moet gewoon je reden moet aangescherpt worden. En hij heeft ook eens de opvatting van, echt deep down hebben wij allemaal wel een vermoeden van de waarheid. Alleen, het is toegedekt op allerlei manieren. Met behulp van die reden kun je dat afbellen. Ja, kunnen we afbellen. Op zoek gaan naar. Echt ontdekken. Hè? Van, nou ja, je haalt die lagen er gewoon af. En dan, dus dat was een soort, wat wij noemen, neo-Kantiaanse achtergrond van zijn manier van werken. Dat je met een universele reden uiteindelijk de wetmatigheden
en in de geest en in de werkelijkheid kunt blootleggen. Ja. Maar hij gaf ook altijd, dus je moet de vraag hebben, je moet aanscherpen, je moet je reden aanspreken, maar hij legt ook altijd de koppeling van, nou, geef nou eens voorbeelden waarmee je dat kunt illustreren. Bijvoorbeeld, waaruit tolerantie op, je zit in een stiltecoupé. En mensen beginnen te praten en die zegt er wat van. Ik moet nog even door, weet je wel. Nou, hoe ga je ermee om? En zeg je er überhaupt wat van? Dus dat is weer een andere vraag. Hè? Wanneer zeg je ergens wat van? Wanneer spreek je iemand ergens op aan? Nou, dat is ook een vraag die speelt. Ja. Dus dat zijn soort praktijkvoorbeelden. Van, okay, en hoe werkt het daar dan precies? En er is ook niet, tenminste als je dit zo voorstelt, kan ik me ook voorstellen, er is niet echt per se één goed antwoord. Dat is het eerste wat me een beetje naar binnen schiet. Want er zijn mensen die er heel anders mee omgaan. Zitten heel anders in elkaar. Yeah. En denken, dit is voor mij het juiste om op dat moment te doen. Yeah. En voor een ander is dat misschien. Nee, maar dat is wel interessant. Wat je in zo'n gesprek doet, is natuurlijk, je kunt zeggen van, de mensen handelen daar verschillend in. Hè? Van, ik zou dit doen, ik zou dat doen. Maar daar ben je eigenlijk niet zozeer naar op zoek naar wat feitelijk de handeling is. Maar wel, wat is de afweging die daarachter of daaronder zit. En dat kun je misschien even illustreren met een volgend plaatje, namelijk. Ja. Dus eigenlijk wat we hier naar kijken is de opbouw van een Socratisch gesprek. Ja, dus Nelson was op zoek van een paar elementen. En die elementen zijn door zijn leerling wat meer gesystematiseerd. En uiteindelijk nog weer een paar slagen verder door mijn compagnon Jos Kessels. Die hier in Nederland ook is begonnen met het toepassen van Socratische gesprekken in organisaties. Die heeft gezegd van, nou, die kernelementen in een Socratisch gesprek, bijvoorbeeld, je moet een vraag hebben, een praktijkvoorbeeld, een cruciaal moment, dat is een handeling, hè, van weet je wel, ik zeg er wat van of ik zeg er niks van. Maar het gaat heel sterk onder in die zandloper van, ja, wat zijn nou eigenlijk je opvattingen die een rol spelen? Dus iemand kan zeggen, nou weet je, ik hou mijn mond. En ander zegt, nee, ik zou er wel wat van zeggen. Maar dan is de vraag, maar waarom hou je mond of waarom zou je er wat van zeggen? Nou, dan maken mensen afwegingen die best ook met elkaar vergelijkbaar zijn. Van, nou ja, het heeft te maken met. Ja, je moet ook iemands vrijheid respecteren. Het heeft te maken met, in hoeverre is dit nou mijn verantwoordelijkheid? Het heeft te maken met een afweging van, ik heb er eigenlijk niet zo'n last van. Moet je nou ergens iets van zeggen als je er geen last van hebt? Moet je nou echt de regels gewoon volgen? Of moet je meer zeggen van, nou, hoe is het effect daarvan? Nou, ja. Een hele filosofische afweging natuurlijk. Van, gaat het over het effect of gaat het over de intentie? En dan kun je zien dat misschien mensen andere afslag nemen, maar misschien wel de soort gelijke overwegingen hebben. Ja. Dus wat je zoekt is. En die overwegingen zijn eigenlijk ook, komt dan terug op dat niveau van de opvattingen die ja, we. Ja, en de onderliggende waarden of beginselen. Gaat het over vrijheid, verantwoordelijkheid, loyaliteit of plicht, plichtsgetrouwheid. Dus dat is wat je doet in een Socratisch gesprek, vooral aan die onderkant kijken van, nou, welke opvattingen spelen hier een rol en hoe wegen mensen die. En nou even terug naar jouw vraag van, ja, maar er zijn toch verschillende waarheden over? Ja, dat zie je dus in de geschiedenis van dat Socratische gesprek, want het Socratische gesprek bestaat dus een eeuw. Zoals wij dat kennen, hè? Leonard Nelson is daarmee begonnen, een eeuw geleden. In de wijze zoals we het hier nu ja, op dit precies, moment als we nu even bespreken, want het Socratische gesprek wordt ook op vele manieren gevolgd. Maar in de school van Nelson en zijn leerling Heckman bestaat dat ongeveer een eeuw. En daar heb je weer een hele, die praktijk heeft zich zo ontwikkeld. Maar in eerste instantie was het wel heel erg gericht op één waarheid. Van, nou, je moet wel tot een soort consensus zien te komen. Niet zeggen van, nou weet je, ik vind er dit van en jij vindt er dat van. Eigenlijk dan dus zit meteen ook een opvatting onder dat je daar zou kunnen komen. Ja, dat dus bestaat in één waarheid. Jawel, maar daar zit een belangrijke afweging achter. Namelijk, waarom zou je überhaupt met elkaar in gesprek gaan als je denkt, weet je, jij jouw opvatting, ik mijn opvatting. Ja. Doei. Het helpt niet, als je zegt van, nou, laat me nog even wat door. Ik ga niet zomaar met je mee. Ja, die onderzoekende houding eigenlijk waar je het precies, hier ook over ja, hebt. Precies, ja. Dus je niet zomaar denken van, nou, laat maar. Maar nou, laat eens kijken of we niet toch tot een soort gelijke noemer kunnen komen. Dat niet zomaar opgeven. Dus dat is ook wel een kwestie van verschilligheid. Hè? Van, nou ja, het gaat hier wel ergens over. Nee, de thema's waar we het over hadden, gaat er ook wel ergens over. Tolerantie, verantwoordelijkheid, vrijheid. Ja, dat is een mooi woord eigenlijk ook wat je gebruikt, verschilligheid. Want ik hoor, zo als je het nu ook hebt, nou, om het even te koppelen aan wat er nu maatschappelijk dan speelt. Ja. Dat de onverschilligheid over het thema en de gesprekken die nu gevoerd zouden moeten worden. Wat we ook dus op individueel niveau denk ik wel veel doen. De verschilligheid omtrent corona, hoe het speelt, wat voor maatschappij willen we leven. Je moet die vraag stellen, het moet je wat uitmaken, er moet wat op het spel staan. En je moet echt zoiets hebben van, ja, dit gaat mij aan en
ik vind hier wat van. Want als, ja. En er staat iets op het spel, maar als je er onverschillig toe bent, dan heb je eigenlijk ook niet dat gesprek. Nee, en dat is dus ook oninteressant. Dus onverschilligheid is oninteressant, maakt gesprekken oninteressant. Waarom? Ik zei al van, kijk, interesse heeft te maken met tussen de mensen zijn, letterlijk. Bij Hannah Arendt een heel belangrijk begrip. Dus stel je het hebt over corona of wat dan ook, het gaat je aan het hart, hè, van hoe mensen daarmee omgaan. En het is niet zo van, nou weet je zo, ik heb mee om, jij gaat... Dat is wel heel erg plat en een individualistisch gedacht. Misschien nog, want je noemt net Hannah Arendt eventjes tussen neus en lippen door, de interesse. Ja, dus van Hannah Arendt wordt het menselijk leven gekenmerkt door het zijn te midden van andere mensen. En dat je daar voortdurend toe te verhouden hebt. Dat is voor haar een hele belangrijke mensbeeld, zeggen. Voor het weet, en dat vind je ook bij Martin Buber terug, voor het weet herleiden wij mensen tot dingen. Dus dan gaat het niet over tussen mensen zijn, maar tussen de dingen zijn. Dus een groot verschil tussen hoe wij als mensen onderling zijn of hoe wij ons verhouden tussen dingen. En dat onderlinge, dat zit ook echt heel erg in dat woord. Juist, exact. Interesse betekent letterlijk tussen zijn. Ja. Tussen zijn. Wij zijn tussen de mensen. De mensen zijn tussen elkaar. De mensen altijd met meer. Nou, en had je het net over, dat onverschilligheid, of die, dat is te herleiden tot een zeker individualisme. Van, nou weet je, ik mijn ding, jij jouw ding. Maar dan verlies je natuurlijk de gemene zaak, datgene wat ontbindt. En het cruciale vraagstuk, ook vanuit de klassieke oudheid. Ja, hoe kun je zorgen dat jouw vrijheid niet ten koste gaat van de vrijheid van anderen? En dat zit natuurlijk hier ook in het geding, bij corona. Ik wil vrij zijn om. Maar ja, dat kan ten koste gaan van mensen die... Het is eigenlijk een klassiek dilemma waar we het altijd over hebben als we het hebben over vrijheid. Ja, vrijheid, maar tot hoever en waar ligt dan precies die grens van ook het respecteren van de vrijheid van een ander? Maar dat is natuurlijk boeiend. Hè? Bedoel, we zagen net Socrates in die dode cel. Dat is 2500 jaar geleden of zo. Kijk, in die 1500 jaar is de mens nog niet echt veranderd. Dus wat je beschreven ziet in die geschiedenis van Plato, de vraagstukken... Zijn de gesprekken dan ook hetzelfde? Als je zegt in die 2500 jaar is er niet heel veel... Praten wij altijd maar in een soort cyclus weer over hetzelfde? Nee, dat weet ik niet. Maar in ieder geval heb je wel dezelfde vraagstukken die voortdurend opduiken. En maar in het thema van de tijdsgeest wijzigt misschien de opvattingen... of hoe we ernaar kijken, wijzigen, de beginselen... Ja, de wegingen waarschijnlijk. Van, nou, dit is heel dominant. Ja, bijvoorbeeld winst maken. Dat mocht een aantal eeuwen geleden überhaupt helemaal niet. Tegenwoordig is het tamelijk vanzelfsprekend. Ook in onze eigen christelijke samenleving. Dus ja, daar verschuiven dingen. En dan voor je het weet denken van, ja, maar zo is het toch. En maar als je dan de geschiedenis in, dan denk ik van, nou, zo is het niet altijd geweest. Dus er verschuiven dingen. Dus de vragen blijven min of meer... Mensen lopen natuurlijk als mens tussen andere mensen altijd tegen soortgelijke vraagstukken aan. Maar de wegingen, de duidingen en ook de focus ligt steeds verschuift wat. We hebben maar dat is wel even van belang. Dus dat die, maar even terugkomen van, gaat het om één waarheid of niet? Dus je merkt van, dat individualisme, dat heeft ook wel zo'n impact op... doen we de moeite om elkaar echt de nieren te proeven? Van, laten we even proberen of we er toch samen uit kunnen komen. Dat is precies waar ik nu eigenlijk naartoe wilde gaan. Want je hebt het nu over individualisme breng je dus in. Vraag mij dus dan af, zeg maar, je begeleidt het goede gesprek. Wat is op dit moment eigenlijk een soort gesprekscultuur die wij in Nederland hebben? Wat zie jij voorbij komen? Wat voor soort... vragen, verschillende soorten gesprekken begeleid jij en waar, wat zie je dus hoe wij met elkaar binnen organisaties het gesprek op dit moment voeren? Wat zit daar, hoe gaat dat? Dat zijn een hoop vragen tegelijkertijd. Laat ik beginnen bij wat ik net noemde, dus die gesprekscultuur die we hebben in Nederland. Hoe zou jij die omschrijven? Gesprekscultuur. Wat is een gesprek en wat is het belang van een gesprek voor de mens? Ik denk zelf dat de mens niet kan zonder gesprekken voeren, zonder communiceren. Of dat altijd nou echt uitgewerkte gesprekken zijn, weet ik niet. Maar mensen zijn altijd op zoek naar contact met elkaar... Een beetje bevestiging, een beetje bemoediging. Dus door de bank genomen zijn gesprekken, alledaags gesprekken... gaan altijd in de trant van, vind je ook niet dat? Toen heb ik dat gedaan, was toch goed?
Dus mensen zoeken voortdurend bevestiging. En dan zegt de ander, ja inderdaad, oh dat heb ik ook. Dus mensen zijn sociale wezens die op allerlei manieren, maar ook in gesprekken, voortdurend bevestiging zoeken. Nou, dat legt natuurlijk al een soort stempel op gesprekken, dat mensen vooral geneigd zijn om te zoeken naar, hey, waar zijn we het nou over eens? Dat vinden we fijner om te bespreken dan waar we het niet over eens zijn. Consensus zoeken. Dat is consensus. Of compromis. Maar heel snel. Dus wat merk je is, van, nou, voor het weet wordt daar het accent op gelegd, terwijl het filosofisch in ieder geval vaak interessant is van, ja, maar waar zitten nou de verschillen? En die verschillen kunnen ook gewoon in de woorden zitten. Want mensen zeggen heel vaak, ja, jij zegt dit, ik bedoel eigenlijk hetzelfde. En dan vraag ik, ja, maar wat zijn jouw woorden nou precies? Ja, en dan zeggen mensen, ja, maar dat doet er toch niet toe. Hetzelfde en dan zeggen wij, van, als filosofen natuurlijk steden van, nou, elk woord is toch weer een andere duiding van de werkelijkheid. Hè? Dus ja. Als de een zegt van, nou, ik zou het flauwekul vinden. En de ander zegt, ik zou het bedreigend vinden. Ja, dat zijn toch echt andere woorden. Daar zit een heel ander beeld achter. Een heel andere duiding van de situatie. Dus mensen zijn, dus wat voor gesprekscultuur? Mensen zijn communicerende wezens. Zoek in eerste instantie altijd contact en bevestiging. Nou, dat vind je op allerlei manieren terug. Of het nou een bubbel is of op social media of wat dan ook. Dus dat kom je tegen. Maar dat zorgt ervoor dat heel vaak dat je niet tot nieuwe inzichten komt, maar dat het meer een soort fijn gevoel geeft. Nou, als mensen zeggen, ja, ik zou wat meer willen bezinnen, dan moet je daar dus een beetje afstand van nemen. Van, nou, hoe zit het nou? Dat dingen minder vanzelfsprekend zijn. Zie je dat dan ook omdat jij natuurlijk bij zoveel verschillende organisaties binnenkomt, ja, ook om gesprek eigenlijk te begeleiden. Ja. En te proberen dat goede gesprek te stimuleren. Zie je dat in het begin dan ook als je zegt van, nou, we zijn vooral ook wel op zoek naar consensus en ik heb dat zo gedaan, dan vind je dat niet ook. Is dat dan ook een beetje wat je ziet ontstaan binnen die organisaties? Dat het kritische gesprek onderling dus niet echt wordt gehouden, maar dat het meer, nou ja, daar op de werkvloer dan ook zoiets van, oh, ik heb zo en zo gedaan en dat ging dan te goed? Of? Ja, kritisch kan het wel vaak zijn op de inhoud, hè, de voorstellen die dan verschillend zijn, maar over achterliggende visie of manier van samenwerken of waar je voor staat als organisatie, dat zelden. Terwijl mensen dat wel behoefte. Wat laat zeggen in organisaties, want we hebben het over het gesprekse algemeenheid, als je nou in organisaties kijkt, is dat naast die neiging om voortdurend een soort gemeenschappelijkheid te zoeken, heb je een organisatie ook heel erg de neiging om voortdurend met oplossingen bezig te zijn. Oplossend denken is dat er heel erg dominant. En dus je hebt een probleem, hup, dit zijn oplossingen. Dus mensen komen voortdurend met suggesties, met voorstellen. Wat je daar ook ziet is dat mensen zelden met de vraag komen, maar van weer met een soort antwoord. Nee, moet je zus doen, moet je zo doen, heb ik zo opgelost. Nee, heb je daar aan gedacht? Dus allerlei soorten advies worden gegeven. Mensen gaan eigenlijk de ander helpen. Maar als je wil nadenken, er is niks zo dodelijk voor denken als helpen, zeg ik dan altijd. Want als je gaat helpen. Er is niks zo dodelijk voor denken als helpen. Want als iemand zegt, joh, je liep daar en daar tegenaan en je gaat helpen, nou, moet je zo oplossen. Dan sla je een paar denkstappen over. Namelijk, is het überhaupt een probleem? Ja, je denkt niet verder. Nee, je accepteert als het ware de definitie die de ander. Ja, van, oh, maar je, dus je onderzoekt niet van, hey, wat was er aan de hand? Waarom vind je het eigenlijk problematisch? Is het wel problematisch? En waar zit dat probleem dan precies? Dat zijn een paar vragen die je kunt stellen. Maar die slagen worden heel snel over. Of dat wordt heel snel overgeslagen. En daarmee bedoel ik van, helpen en oplossen is hopeloos voor denken. Pieter Scott heeft ooit een prachtig boek geschreven. En met de titel Het antwoord op hoe is ja. Het antwoord op hoe is ja. Dus op een organisatie heb je heel veel hoe-vragen. Hoe gaan we dit doen? Hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we dat doen? En hij zegt, hij is een hele goede adviseur. Hij zegt, het antwoord op hoe is ja. Ik zal het even toelichten. Ja, graag, want ik zit inderdaad te luisteren. Het antwoord op hoe, ik kan me wel iets bij verzinnen, hoe, ja. Maar laten we inderdaad in de trant van, nou, van hoe hij. Dus neem even de vraag. Ja. En die gebruik ik vaak als voorbeeld. Hoe kunnen wij onze organisatiecultuur verbeteren? Laat ik die vraag eens even nemen. Hoe kunnen wij onze organisatiecultuur verbeteren? Ja, dus hoe kunnen wij onze organisatiecultuur verbeteren? Ik merk meteen dat ik dan denk van, oké, ga dus eigenlijk vanuit dat die organisatiecultuur verbeterd moet worden. Dus het is al één ding, hè? Dus de vraag is van, ja, dat moet. Exact, ja. Heel goed. Dus één vraag heb je al beantwoord, namelijk, moet onze organisatiecultuur verbeterd worden? Ja. Ja. Die vraag heb je beantwoord, hè? Maar welke andere vraag heb je ook al beantwoord? Dit is de vraag. Hoe kunnen wij onze organisatiecultuur verbeteren? Ja, er is dus sprake van een gemeenschappelijke cultuur. Bijvoorbeeld, er is een cultuur. Ja. Die hebben we ook al met ja beantwoord. Ja. En wat heb je nog meer gezegd over die cultuur? Dat we er iets aan moeten doen. Dus die deugt niet. Nee, heb je ook al precies. Ja gezegd. Ja. Maar je hebt ook gezegd dat er een organisatie is. Maar wie zegt nou dat er een organisatie is? Dat vind ik dan wel weer nog net weer van een andere orde. En kan. Iets lastiger, hè? Want die zit dan meteen soms op het. Nou ja, maar kijk, als je zegt,
Er is een cultuur, dat is ook best een lastige vraag. Wat bedoel je dan precies met cultuur? Ja, zeker. Dus dat is een soort van zelfsprekend gegeven. Wat bedoel je dan precies met organisatie? Exact. Ja. Want hoe zit dat momenteel met organisatie? Als je nou hebt over Uber of wat dan ook. Hè? Dus de grens tussen wie wel en niet tot de organisatie hoort, is al 30 jaar flinterdun. Ja. Want fluïde, er wordt heel veel aangeleverd door afleveranciers. Dus niemand, ja, dat is heel fluïde. Ja. Dus dat lijkt een soort constant begrip organisatie, maar dat is het natuurlijk niet. En die vraag heb je wel degelijk met ja beantwoord. Wij zijn een organisatie. En dan vragen wij natuurlijk als filosoof van Nelvin, is dat wel zo? Maar je hebt ook ja gezegd op het feit dat je het kunt veranderen. Maar is dat zo? Kun je culturen zomaar veranderen? En je hebt ook gezegd dat wij daar iets in zouden kunnen doen. Maar wie is wij dan? Dus je hebt sowieso al 8, 9 vragen met ja beantwoord. In die ene vraag, hoe kunnen wij onze organisatiecultuur verbeteren? En eigenlijk wat er dus nu gebeurt, als ik jou goed begrijp, is dat organisaties, dat mensen die vraag die jij net stelde, die stellen ze. Ja. En alles wat eraan vooraf gaat, wat je net noemde, wat dus al met ja beantwoord is, ja, daar gaan we voor het gemak misschien, of tijd, of omwille van weet ik het wat, even aan voorbij. Daar gaan we even aan voorbij. Ja. En dan komen we met een oplossing. En dan blijkt al heel snel dat de oplossingen van vandaag zijn de problemen van overmorgen natuurlijk. Ja, ja, ja. Is dat dan zo, als jij hiermee aan de slag gaat met het Socratisch gesprek, dat je hier eigenlijk vaak bij terechtkomt, bij dit soort dingen, dat je dan ziet van oké... Nou, in ieder geval, dat is, als je het hebt over hoe is onze gesprekscultuur, voor het weten wordt dus gedomineerd door, we zoeken vooral bevestiging, het wordt gedomineerd door hoe lossen wij dingen op of hoe helpen wij anderen. Dat is heel sterk in de gesprekscultuur. Ja. En dat proberen, dus maar mensen vragen bij tijd terwijlen, ja, we moeten even rustig nadenken. We moeten meer bij de eerste vragen stilstaan. Ja, dan zie je, en dat valt dus niet mee. Echt dat daar veel vraag naar is. Ja. Ik merk het ook. Echt veel vraag dat mensen zeggen van, nou, bij ons gaat het zus en zo. Ja. Dan zit ik me af te vragen, er zit al van alles onder en dan hebben we het gesprek gezamenlijk eigenlijk. Nee, we hebben dus niet het gesprek over wat vanzelfsprekend is. Terwijl niets vanzelf spreekt. Alles heeft taal nodig, duiding nodig. Een hermeneutische benadering in de filosofie. Daar zijn we ook allemaal naar op zoek. Waarom doen we de dingen zoals we precies ze doen? Dus daar heb je het over. Zin van... Zingeving, betekenisgeving. Ja. Die zit niet in de dingen. Dus in de manier waarop wij met de dingen, met de mensen, met omgaan. Dus wij duiden dat. Wij geven dat woorden. Wat dat betreft is gesprekken voeren ook een hele talige aangelegenheid. En daarom heet ons bedrijf ook het nieuwe Trivium. Het verwijst naar de 3 klassieke taalvakken, dialectica, retorica, grammatica. Dat zijn taalkunsten. Vrije kunsten heet dat. Artes liberalis. Ja, en volgens mij was het ook zo, als ik het goed heb begrepen, dat je dit ging eigenlijk vooraf aan het studeren of het... Ja, klopt. Voordat je een vak leerde... Dit was de basis die je eigenlijk eerst kreeg. Had je eerst gewoon iets te verwerven, namelijk dat je leert reflecteren. Dus goed spreken leidt tot goed denken, leidt tot goed leven. Dat is een soort trits. Maar dan moet je dat taalgevoel ontwikkelen. En wat je dus ook laat zeggen, als je het nog over gesprekscultuur hebt, voor het weet, hebben mensen een hele simpele taalopvatting. In de trant van, ik heb een gedachte, ik heb alleen maar even een woord nodig om het uit te spreken. En dan is het wel helder. Dus dat is een soort idee van, ik heb iets in mijn hoofd. Lading, ik moet het nog een beetje overdragen. Net als Neo in de Matrix. Het liefst zou ik gewoon inpluggen. Ja, weet ja, je? Ja, ja. Tjok in je nek. En dan is het gewoon helemaal helder. Precies waar we het over hebben. Zitten we in dezelfde Matrix met z'n allen. Exact. Ja. Dat is het idee. Van alsof dat zou gebeuren. Maar wat gebeurt er in een gesprek? Net als wat er hier tussen ons gebeurt. Ik zeg dingen die ik nog nooit zo eerder heb gezegd. Jij vraagt me dingen, dus ontstaan die dingen. Ja, in die interactie komt iets nieuws naar in voren. In dit gesprek ontstaan nieuwe dingen, nieuwe woorden, nieuwe samenstellingen van woorden die er nog nooit zijn geweest. Dus ontstaat een betekenis, creëer je betekenis. De vraag is van wie is die betekenis nou? Is die van jou? Is die van mij? Ontstaat die tussen ons? Is die van de luisteraar, de kijker? Waar zit die betekenis? Dat is niet zomaar iets van, oh, dat zit in mijn kop. En dan moet ik even via een buisje naar jou doorsturen. En dan komt bij jou binnen en tjaka. Dus betekenisgeven, gesprek het voeren. Echt samen. Je creëert het echt samen. En dat ja, merk je, voor mij in ieder geval merk ik dat hierbij ook. Als ik daar naar je luister, waar we het over hebben, welke kant. Dat is ook het mooie van die gesprekken. Als ik hier zo aan deze kant zit. Ik weet nooit eigenlijk precies waar toch? Ik naartoe ga. Je begint ergens, je hebt dat in jouw schrift staan. En er ontstaat iets. Nou, precies. Dat is dus interesse. Dat is interessant. Dus er ontstaan wegen die niet vast liggen. Waar je niet precies weet van... Dat merk je dus ook, want dat heb ik zelf af en toe wel bij talkshows en dergelijke ook, waar we het eigenlijk ook een beetje mee begonnen. Ja. Met dat, daar staan veel dingen van tevoren vaak ook vast. En dan kijk daarna en dan denk ik ook van ja, dit eigenlijk niet altijd, soms ook wel. Ik bedoel, als je het hebt inderdaad over een felle discussie, kan het dan wel eens heel erg interessant worden. Maar niet altijd dat ik denk van, als het uitgekoud is, dan is het niet altijd meer interessant. Nee, maar dat heeft bijvoorbeeld ook te maken met journalistiek. Hè. Journalistiek is een manier van het vragen stellen. Maar het is heel erg
gericht. Hè, van een soort vermoeden hebben mensen van volgens mij zit het zo. En dat willen ze boven tafel toveren. En dat vind je ook in die, rond die tafels. Ja, mensen hebben hele specifieke standpunten. En die moeten ingebracht worden. En die botsen vaak weer met andere standpunten. Dat is veel meer een debatcultuur. Ja, dat is ook interessant. Maar dan, dat zijn vooringenomen posities over het algemeen. Ja. En, en wat er hier gebeurt is ook niet... Jullie bevragen ook hier. We gaan bezig met het bevragen eigenlijk van de vooringenomen... Hoe zit dat nou? Ja. En dat is dus... Dus in organisaties hebben mensen bij tijd terwijl er degelijk behoefte om eens even stil te staan bij het vanzelfsprekende. Hoezo zijn wij een organisatie? Wat bedoelen we daar nou mee? Hoezo hebben wij een cultuur? En wat vinden wij er nou eigenlijk van? Dus we hebben ook gesprekken begeleid in organisaties, bijvoorbeeld een bankomgeving. Van, dan moet eigenlijk in alle verschillende filialen dezelfde soort cultuur heersen. Dezelfde instrumenten worden gehanteerd. Is dat wel zo? Of moet je juist afstemmen op de omgeving die er is? Het is best wel het idee natuurlijk dat je iets wil uniformiseren, standaardiseren. Ja. Want dat is eigenlijk ook heel makkelijk. Het zorgt voor veel gemak. Maar dat bij de ene filiaal kan je dan terecht en bij het andere. Dan weten mensen precies waar ze aan toe zijn en hoe de dingen gaan. Terwijl... Ja. Ja, dus dat helpt enorm de voorspelbaarheid. Ja. En een soort betrouwbaarheid. Maar het bindt mensen ook enorm vast. Zonder dat ze goed kunnen inspelen op wat er daar nou net mogelijk is. Want dan moeten de regels een beetje bijgebogen worden. Dus mensen vragen op zijn tijd, ook in coronatijden, van ik wil even uit alle hectiek, even uit alle brandjes blussen, even stilstaan van ja, waar zijn we ook alweer van? Dus ik begeleid ook gesprekken in ziekenhuizen met de directeuren, afdelingshoofden, weet ik het allemaal. Eventjes daaruit is van, even kijken jongens, waar staan we ook alweer voor? Is dat hetgene waar het dan ook vaak om gaat? Als je kijkt naar die gesprekken van, eigenlijk als ik het zo hoor zeggen, gaat het een beetje om de vraag, waar zijn we ook alweer van? Waarom is deze organisatie opgericht? Wat zijn onze... Ja, waarom is deze organisatie opgericht? Maar ook waarom ben ik überhaupt in dit vak begonnen? En komt dat dan wel tot z'n recht? Wat vind ik nou van leiding geven en wat is mijn visie er nou eigenlijk op? Gemoeid, eigenlijk, dat gaat gemoeid ook in zo'n goed gesprek. Staat Sorry, dat in zo'n goed gesprek, komt dat ook eigenlijk op tafel? In ieder geval die behoefte is er inderdaad. Alleen men weet niet goed hoe je dat gesprek moet voeren. Want wat er vaak gebeurt is, we moeten een goed gesprek voeren. Dus nou, gaan mensen met benen op tafel zitten, een goed gesprek voeren. Ja. Maar binnen 10 minuten staan de eerste actiepunten alweer op een whiteboard. Dus voor het weet gaan mensen toch weer iets van, oh, maar dan moeten we dit doen. En dat is dus niet een onderdeel, je hoeft niet meteen in die actie. Nee, dus mensen zijn geneigd. En terecht in zekere zin, want ze hebben natuurlijk verantwoordelijkheden. Er moet een hoop geregeld worden. En er moet meer geregeld worden dan je ooit aan kan, hoor, als leidinggevende. Dus voor het weet zitten meer mensen in neiging. Voor het weet... Butsen ze elkaar daar ook in op. Ja, nee, dit, ja, nee, dat. Dus dat is ook wel een prettige, adrenaline gedreven bezigheid. Maar ze willen echt wel nadenken over, wat betekent het nou eigenlijk om leiding te geven te zijn in deze tijd? Hoe moet onze organisatie er nou uitzien? Hoe zit het nou eigenlijk met mijn vak? Wat zijn mijn opvattingen daarover? Wat heb ik nou eigenlijk geleerd van alle crisissen die ik heb beheerst? Wat is mijn visie op ons mens zijn? Hoe moet je leven überhaupt in een organisatie? Hoe moet ik mijn mensen leren omgaan met teleurstellingen of rouw, omdat ze dingen niet meer mee kunnen maken die ze voorheen wel meemaakten, bijvoorbeeld veel onderling overleg. Nou, dat zijn best morele vraagstukken, hè, waar ze tegenaan lopen. En al die zaken lenen zich eigenlijk weer voor een gesprek. Ja, want dan ga je dus, dan kun je zeggen van nou, waar loop je tegenaan? Nou, bijvoorbeeld dat ik mensen niet meer fysiek rond de vergadertafel krijg. En ik heb toch een vorm van binding nodig. Oké. Is binding nodig? Ja, hoezo? Snap je? Dus dat zijn dan de vragen die opduiken. Wat is het belang dan van binding? Hoe zie je dat tot stand komen? Waar zie je dat dan teloor gaan? En wat is dan precies het probleem? Waartoe draagt zo'n Socratisch gesprek bij in een organisatie? Want jij zou zeggen, als we de juiste vragen stellen en vervolgens hebben we daar een gesprek over, dan moet dat wel goed komen. Maar wat is nou precies de toegevoegde waarde van deze methode om het op deze manier zo te doen? Ja, dus daar zitten nog een paar elementen in. Hè, van nou, ik denk dat een bezinnend gesprek op zijn tijd van belang is. Of dat nou per se op deze methode moet, dat weet ik niet hoor. Dus wat dat betreft ben ik daar vrij breed. En ik verwees even naar al die vrije kunsten. Dat kun je doen via dialectica, onderzoek en gesprek. Maar je kunt het ook doen door schrijven en lezen, weet ik het allemaal. Dus je hebt allerlei varianten erin. Dat voor allerlei helderheid.
Ja, wat is de toegevoegde waarde is natuurlijk ook wel even een beladen begrip voor alle helderheid. Want voor je het weet hebben we het dan over de value chain en is iedereen... Nee, kunnen we voor nu inderdaad even nee, maar even voor het weet zitten wij in Poorters de ideeën over... Ja, elke afdeling moet wel een toegevoegde waarde hebben. Dus voor het weet wordt dat ook alweer gelabeld, hè? Zeker. Nee, dus woorden ook, zijn niet onschuldig. We zitten ook weer inderdaad in een bepaald soort wat voor toegevoegde waarde hebben. Nou, weer dat een uri uitgedrukt hebben dan? Hoeveel leven deze gesprekken ons op? Nee, eigenlijk niet precies. Nee, dus wat bedoel je? Dat is ook een vraag. Ja, toegevoegde waarde. Dat is een vraag hier. Ja. Ja. Dat is een beetje belangrijk. Waar heb je het over eigenlijk wanneer je toegevoegde wat waarde heb ik er? Wat moet ik ermee? Ja. Terechte vraag. Ik bedoel, dat is natuurlijk ook maar de vraag. Maar wat bedoel je eigenlijk? Ja, wat bedoel ik? En voor alle helderheid, en nogmaals, je hoeft niet voortdurend te filosoferen. Hè? Daar zijn organisaties natuurlijk ook een beetje bang voor. Ik heb bij Philips gewerkt, Philips Electronics, en Jan Timmer was er op een gegeven moment de manager, en die moest een heleboel omturnen, want het ging niet goed met Philips. En die had echt iets van analysis paralysis. Je moet oppassen met al te veel analyseren, want er gebeurt helemaal niks. En dat is terecht. Dus mijn grote respect is naar mensen en organisaties die verantwoordelijkheid nemen, die vaak doorgroeien vanuit een technische functie. Die zeggen, nou, ik wil wel een stuk verantwoordelijkheid nemen. Die moeten gewoon ook door op zijn tijd. Maar op zijn tijd hebben ze ook wel behoefte aan van, waar zijn we hier aan godsnaam mee bezig? Het is natuurlijk, zoals met heel veel dingen, een beetje platgelegd, maar altijd een gulden middenweg tussen het denken, spreken, handelen. Je moet altijd zoeken. Ja, maar dat is niet eenvoudig. En dat weet jij ook, dat weten we allemaal. Van, ja, als je rustig wil nadenken, dan heb je een heel ander soort ritme nodig dan wanneer je even je agendapunten of je actiepunten wegwerkt. Al je andere geeltjes houding, wil weg. Andere... Dus hoe roep je die houding op? Nou, een van de dingen is bijvoorbeeld, als ik een gesprek begin, begin ik altijd met het voorlezen van een gedicht. Dan zit je anderhalve. Al zo anders ja, in zo'n dus ruimte. Dan ben je wat meer taalgevoelig. Jongens, we hoeven dit gesprek de komende anderhalf uur, twee uur, net van lang je verneemt, of een dag. We hoeven nu even niks op te lossen, maar we moeten wel zorgvuldig zijn in de woorden die we gebruiken. En het mag ook verwonderend zijn. Van, hey, hoe zit het nou precies? En poëten, dichters kunnen heel mooi dingen beschrijven die heel normaal zijn. En die denken, oh, daar zit veel in. En dat is natuurlijk van belang dat je eerst een andere houding oproept. Dus je hebt vaak een ritueel nodig om te zeggen, nou, we gaan even uit de vergaderhouding, pat, poem, hup, oké, natuurlijk wegwerken, naar even stilzitten. Ja, want ik zit nu dus bij mezelf. Eigenlijk heb je hiermee ook al deels iets van mijn vraag net beantwoord. Oh ja, dan moet ik hem natuurlijk naar terug. Nou, nee, dat hoeft niet per se, maar ik zat daar eens over na te denken. En wat je nu eigenlijk zegt, want ik zit om als extern bij zo'n organisatie binnen te komen, kan je gewoon heel iets anders inbrengen met zo'n soort techniek. Dus een ander soort houding en mensen op een andere manier daar neerzetten dan wat zij zelf eigenlijk kunnen. Dus daarmee is ook al, nou ja, dus als je het hebt over toegevoegde waarde, daar zit al een heel groot gedeelte in volgens mij, dat je op die manier zo binnenkomt. Nee, dus het helpt om even uit het vanzelfsprekende te treden. Niet alleen de inhoudelijke vanzelfsprekendheid, maar ook de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Dus de gesprekscultuur is heel sterk bepaald. Zo gaan we met elkaar om. Wanneer je als onpartijdig gespreksleider wordt ingehuurd, en dat word ik, dan heb je een zeker voordeel van de twijfel. En dan kan ik zeggen, nou, zo gaan we, zo'n sfeer wil ik hier creëren. Jullie vragen erom, nadenken. Nou, het nadenken is best een, dat is een kunst. Dat heeft vorm nodig. Dat onderschat je. Kijk, dat is natuurlijk het boeiende. Ik zei al, mensen zijn communicerende, sprekende wezens. Vanaf ons tweede beginnen we te brabbelen en te babbelen. Dus we hebben oefentijd genoeg, Marten, tot nu toe. Hè? Jij op jouw leeftijd, ik op mijn leeftijd. En nog regelmatig hebben we iets van, maar dit was een waardeloos gesprek. Ja, zeker. Toch? Dus het is niet zo vanzelfsprekend dat een gesprek lukt, terwijl we zo waanzinnig veel oefentijd hebben gehad. Dus het is best ingewikkeld. En dan wordt het nog ingewikkeld als je met een groep bij elkaar gaat zitten. En dan kun je denken, jongens, ik heb goede mensen aan tafel, we hebben een belangrijk onderwerp. Huppakee. En dan nog loop je een groot risico dat het niet goed loopt. Dus een goed gesprek behoeft vorm. Behoeft een sfeer, behoeft een ruimte. Een ruimte die wij in onze boeken vrije ruimte noemen. Hè. Dat is de letterlijke vertaling van het woord scholen uit het Grieks. In die klassieke oudheid namen mensen apart tijd om na te denken over belangrijke vraagstukken. Moesten ze wel, hè, want ze waren allemaal ook politiek actief. Hè. Je werd er één keer in zoveel tijd als burger, moest je meepraten over grote zaken. Dus je moet tijd creëren in je leven om stil te staan bij grote vraagstukken. Dat is scholen in het antieke Grieks. Dat is ons woord school. Als ik tegen mijn kinderen zei, nou jongens, schoolvrije ruimte, dan zei ja pa. Dag. Het is ons gelukt om de school helemaal vol te plempen met allerlei vormen van vakken. Maar goed dan ook, het creëren van die ruimte, dat is best een kunst. Dus je moet A, een andere ruimte creëren. B, je moet de vorm vinden waarop het gesprek plaatsvindt. En daar moet je, en daar kun je ze als gespreksleider, onafhankelijk gespreksleider, krijg je een soort voordeel van de twijfel. Oké, we gaan een nieuwe vorm op inzetten.
En mensen accepteren dan ook van, ja, dat is best, dat vraagt ook wel wat. Wij komen er niet vanzelfsprekend uit. Ja. Ons lukt het niet. Dus als je het hebt over toegevoegde waarde, wat ik zeg van, nou, wat je probeert te doen, is op zijn tijd dit gesprek te voeren, dat er in ieder geval een interessant gespreksklimaat ontstaat. Dat mensen iets hebben van, hé, dat is boeiend. Je adviseert eigenlijk dus ook hiermee, als je het hebt over die scholen en die vrije ruimte binnen organisaties, om af en toe, denk ik, zoals ik je zo hoor, ruimte te creëren om met z'n allen dat gesprek aan te gaan, of eigenlijk voor die scholen. Ja, dus, en dat doen mensen ook, hè. In de lunchpauze gaan ze even wandelen aan de koffieapparaat. Opeens ontstaat een interessant gesprek. Dus dat is wat mooie, ook het hoopgevende, vind ik. Kijk, een mens kan niet zonder gesprek met de ander, maar een mens kan ook niet zonder zingeving. Iedereen is voortdurend op zoek naar, ja, wat doen we dit nou eigenlijk voor? Hoe zit het nou? Of waar mag ik nou eigenlijk hopen van dit leven? Of hoe ziet het eruit? En steeds zullen mensen wel plekjes vinden waarop ze dat kunnen doen. Maar als filosofen zijn wij gewend, getraind om dat soort plekken een beetje op te rekken. En daar wat met een zekere systematiek en een zekere rigor mensen bij te houden. Van, oh, wacht even, jij denkt wel dat het helder is, maar het is niet helder. Er zijn een aantal basisvragen. Van, nou, is het nou helder wat je zegt? Klopt het wel wat je zegt? En deugt het wel wat je zegt? Nou, dat zijn nogal wat vragen. Ja, denk daar maar eens over na. Ik vind het ook mooi, eigenlijk is je hier nu meteen ook een beetje het belang van het koffiezetapparaat op de werkvloer. Onderschat dat niet. Gewoon, nee. Dus die scholen, die vrije ruimte is er wel. Mensen zoeken dat wel op. Dat kan ook zijn bij een borrel of op alle. Dus mensen hebben er altijd wel behoefte aan. Maar voor je het weet wordt het toegedekt. Want het is ook een spannende ruimte, want er ontstaan ook allerlei twijfels. Ik bedoel, dat merk je ook als je filosofie studeert. Voor je het weet geen alles twijfelen, want niks staat vast. Nou, dus je moet dat een beetje toelaten en tegelijkertijd ook een beetje toedekken. Precies, want als je erin blijft hangen, erin doorslaat, dat is ook niet... Nee, dat kan natuurlijk ook niet, want je hebt ook wel verantwoordelijkheden. Dus de mensen waarmee ik werk, had groot respect voor. Ja, dat is precies ook wat je net noemde over Philips inderdaad. Ja. Nee, dus dat maakt het interessant, die mensen. Alleen, dus wat ik die mensen wel... ik maak dingen mogelijk, maar ik eis ook wel wat van ze, namelijk, wat ik net al zei, ze lopen tegen allerlei levensvragen op in organisaties. Ik zeg van, kijk, we leven in een tijd waarin heel weinig mensen nog autoriteit hebben. Ik bedoel, zelfs de ambulancebloeder wordt aangevallen. Dus er staan weinig mensen meer op een voetstuk. Ja, we denken allemaal, we beslissen hier zelf wel wat ik hiervan vind of denk. Ja, ik wel. Of, ja, precies. We googlen het wel. Ja. Maar die, laat zeggen, verantwoordelijke organisaties, die zijn voor heel veel medewerkers ook wel een lichtend voorbeeld van, nou, hoe blijf je nou staan in deze storm? Want het is vaak een grote storm in organisaties. En dat betekent dat mensen die verantwoordelijkheid nemen, zonder dat ze dat weten, ook een moreel boegbeeld zijn geworden. Zoals zij, als het ware, staande blijven in die storm, denken van, nou weet je, zo moet je ermee omgaan. Zo moet je omgaan met succes, zo moet je omgaan met tegenslag, zo moet je omgaan met tijdsdruk, zo moet je omgaan met je medemens. Omdat mensen heel veel tijd in organisatie spenderen, zijn het voor die mensen levende voorbeelden. Zoals dat vroeger de dominee, de onderwijzer was, weet ik van wie. Dat vinden we nu, ja. Maar dus ongemerkt zit die morele psychagogische functie, de opvoeding van de geest, zit ook bij deze mensen. Zonder dat ze daar een opleiding voor hebben genoten. Dus ik leg ook wel eens bij mijn taak neer, heb je door dat de manier waarop jij je leven leidt en het leven van jouw medewerkers inricht, dat het tegelijk heel bepalend is voor hun visie op hoe je moet leven? Amper. Ze beseffen het wel hoor, het zijn meestal geen domme mensen, maar ze komen er amper naartoe. Ik zeg, maar dat betekent dat je heel goed moet nadenken of datgene wat jij voorleeft, of dat wel klopt. Ja, want voor je het weet, draag je iets over waarvan andere mensen denken, ja. Dus dat is de uitnodiging die ik doe. Neem dan eens de tijd om voor jezelf op rij te zetten wat jij nou van belang vindt en waarom. Want dan maak je namelijk expliciet, ook in taal beschikbaar, zodat je er kritisch over kunt denken, wat jouw opvattingen, waarden en beginselen zijn. Ja, wat je nu zegt eigenlijk ook, als mensen spenderen zoveel tijd in verschillende soorten organisaties. Ook dat nog, ja precies. Dat is ook een beetje hetgene waar we onszelf spiegelen. Tuurlijk, daar vindt een groot deel van ons leven plaats. Ja. En het is precies wat je zegt, we zitten in verschillende organisaties. Dus het is niet één organisatie, maar we zitten in verschillende verbanden en verschillende. En daar wordt wel degelijk, daar leren wij ook van, ja, hoe moet je nou leven? Ja. Maar hoe is dat dan? En natuurlijk hebben we academisch filosofen die nadenken over, daar doen jullie ook goed werk in, van een beetje afstand, een soort cultuurkritische beschouwing hebben. Maar de andere kant is, en dat is mijn, als het ware mijn tocht en ook mijn strijd met academisch filosofie, ja, maar echte wijsheid wordt ontwikkeld daar waar mensen moeten denken en handelen. Alleen die nemen niet de tijd
om dat woorden te geven. En die woorden hebben we wel nodig, want anders kunnen we het niet overdragen en we kunnen het niet bekritiseren. Ja, en jij stimuleert, helpt mensen daarbij. Ja, om het te zeggen, maar ook om te schrijven. Ja, dus grammatica is van schrijven, heeft te maken met gramma. Dus hoe maak je nou, dat is kerven. Ja. Grammofoon, kerf. Dus hoe schrijf je nou teksten die echt kerven, ook in jouw eigen omgeving. Dat binnenkomt. En dan merk je, en dus, dat zeggen mensen ook wel, als ze meedoen aan een leergang of een gesprek. Ik heb mijn liefde voor de taal terug. Ik heb mijn liefde voor de taal terug. Of misschien niet eens dat ze het niet eens wisten van tevoren, dat ze daar eigenlijk op die manier zo mee bezig waren en dan opeens zich bewust worden van. Ja, maar ze hebben dat, weet je, vroeger op de middelbare school, hebben ze nog geschreven, hebben gelezen, maar daar hebben ze helemaal geen tijd meer voor. En nu merk je van, hey, ik krijg het dat weer komt terug. En het is van belang. Ja. Want taal in organisaties is platgeslagen. Is heel vaak betekenisloos. Ja, dat is een soort, het modieuze natuurlijk ook, ja, met bedrijven mee. Trendy. Dat is een soort van, oh, maar deze woorden worden daarvoor, ja, gebruikt. Nou, dan gaan we dat ook op die, ja, manier weet, gaat inzetten. Mee? Moet maar je wat mee? De betekenis of, ja, wat voel je? En dan, nou, op een gegeven moment, en dat kan heel trendy Engels zijn, of het kan heel ambtelijk formeel zijn. Op een gegeven moment krijg je een soort mail in je mond. En denk ik, ja, gaan we weer. Dus de kunst is van, ja, hoe vind je nou woorden die werken? Ja. En dat is, en dus men onderschat, ja, ook vaak het belang van het vinden van de juiste woorden. Het vinden van woorden ook die, ja, die iets overdragen, die ook dingen heel specifiek, concreet, tastbaar maken. En dat doe je en gezamenlijk in die vrije ruimte, door daar met elkaar het gesprek aan te gaan, ja, van hoe landt het, hoe. Ja. Ja. Dankjewel, ja, hiervoor. Juist, ja, dat zijn, als het over toegevoegde waarde, van, ja, dat zijn dingen die mensen meenemen. Ja. En waar je ook. En dan iets weer hebben van, hé, hier mag ik weer nadenken, hier heb ik een soort taalgevoel. En dan. En ze realiseren zich van, ja, ik heb hier ook wel wat te doen. Ik moet ook vaak zeggen, als ik ze laat schrijven, als zit er niet te veel nadenken, ga maar lekker schrijven. Zit veel meer wijs in je hand en in je hoofd. En dan komen er dingen uit dat zeggen, wauw. En dat is dus een wijsheid, en dat vind je ook bij Socrates terug, die zegt van, ja, ik ben vroedvrouw ook van mensen, die helpt om een soort inzicht die mensen al hebben, maar waar ze voor geen tijd nemen om het geboren te laten worden. Slow down, zitten, schrijf even, praat even met elkaar, ja, zoek eens even de woorden en verdomd, er komen dingen uit waar mensen zeggen, ja, inderdaad. En dat vinden mensen heerlijk, alleen ze komen er niet aan toe. Tijd nemen dus hiervoor. Kunnen we hier, ja. Neem de tijd, pak de tijd af en toe en kom je er zelf anders niet uit, probeer, ja, het met iemand anders. En dat doen we met, over vorm gesproken. Kijk, ik structureer dat. Het rand van, we gaan nou 2 uur bezig en daarna mag je weer de hele wereld redden en alle dingen oplossen. Komt allemaal goed. Reken, dat kun jij. Maar nu gaan we even het andere stuk doen. Dat intellectuele, zingevende stuk. Dus ik baken het ook af en dan maak ik het veilig mee. Van, nou, we zitten hier niet 2 dagen in een klooster alleen maar aan zijn navel te staren. Nee, gewoon een paar uur even daar geconcentreerd mee bezig zijn. Ja. Dat vinden mensen ook prettig. Dankjewel hiervoor, Erik. Voor het toelichten verder van het goede gesprek. Graag gedaan. Ik ben Marlies Dekkers. Met een heel klein team maken wij die prachtige uitzendingen van De Nieuwe Wereld. Waarbij we proberen echt verdieping te zoeken. Lengte, ander soort gasten. Dat vraagt veel. Met weinig budget. Dus we doen tijdens de kerstactie eind van het jaar een beroep op onze kijkers. En vragen we om te doneren. We hebben het hard nodig. Kijk wat je kan missen en wij zijn er heel blij mee. Dank daarvoor.